Welkom allemaal bij deze Brown Bag Lunch Meeting, of opname voor de Brown Bag Lunch Meeting. In deze Brown Bag Lunch Meeting gaan we een aantal presentaties of pitches laten zien van studenten in een bachelorthesegroepje over het instrumentarium van de psycholoog. En de nadruk ligt daar op constructdefinities en operationalisaties. En daar is wat achtergrond bij, dus ik zal even in vogelvlucht daaroverheen gaan. En daarna zullen de studenten hun pitch geven en daarna hebben we wat gelegenheid voor discussie. Dit filmpje staat op YouTube, dus je kunt het nog heel vaak weer kijken als je er zin in hebt. Zoals jullie inmiddels hopelijk weten, is er een reproducibility crisis in de psychologie. Het plaatje hier is uit een hele bekende studie, waaruit kwam dat, dacht ik uit mijn hoofd, ongeveer een derde van de studies maar repliceerden die gerepliceerd, of reproduceerden die gereproduceerd zijn. Inmiddels zijn er veel meer van dat soort studies gedaan en het blijkt dat wat in onze tekstboeken staat, wat wij zeg maar beschouwen als psychologische kennis, dat het eigenlijk een beetje op losse schroeven staat. Dat is best een groot probleem, want daardoor kunnen mensen natuurlijk het vertrouwen in de psychologie verliezen. Dat wordt door wat optimistischer mensen ook wel de credibility revolution genoemd, omdat wij allemaal praktijken nu aan het adopten, aan het overnemen zijn, om beter onderzoek te doen. Pre-registraties zijn een voorbeeld, het posten van preprints zijn een voorbeeld, open data is een voorbeeld, etc. Er wordt ook heel erg gereflecteerd over of het niet gewoon, of die simpele soort van operationele methodologische aanpassingen niet een te versimpeld antwoord zijn. Of de kern niet veel dieper ligt. En die mensen die denken na over de theory crisis en de measurement crisis. En daar gaat dit bachelor these traject een beetje over. Die mensen die nadenken over de theory crisis, die identificeren een paar problemen. En een van die problemen gaat over de validiteit van onze constructen en van de meetinstrumenten van die constructen. Het blijkt dat de manier waarop wij leren om meetinstrumenten te valideren, dat dat lang niet altijd werkt om meetinstrumenten te valideren. Dus enerzijds leren we methoden die niet altijd perfect werken, kom ik straks, of niet altijd überhaupt werken, kom ik straks op terug. En anderzijds worden die methoden ook niet altijd goed toegepast, omdat mensen bijvoorbeeld graag meetinstrumenten willen rapporteren als betrouwbaar en valide, als ze een studie eenmaal hebben gedaan, los van of ze dat ook echt waren in die steekproef. Er blijkt ook steeds vaker, als niet alleen wordt gekeken naar of uitkomsten reproduceren, maar als wordt gekeken naar of meetinstrumenten die veel gebruikt worden, of die wel echt valide zijn, dat die eigenlijk helemaal niet valide zijn. Dat is natuurlijk nogal een probleem. En dat komt deels, wat ik net aangaf, doordat de traditionele methoden die wij gebruiken, en die wij nog aangeleerd hebben zelf, lang geleden, toen wij psychologie studeerden, om te kijken of iets valide is, dat die methoden daar eigenlijk niet zo geschikt voor zijn. Deze studie die hier nu linksonder staat, dat is een voorbeeld van een studie waar een aantal factoranalyses zijn uitgevoerd en interne consistentiematen zijn berekend voor meetinstrumenten waarvan heel erg duidelijk is dat ze niet valide zijn. Bijvoorbeeld omdat de itemteksten uitsluitend bestonden uit de lorem ipsum filler tekst die vaak gebruikt worden om boeken en websites te voorzien van content zonder dat je wordt afgeleid. Of zelfs items die helemaal geen tekst hadden. En daar werden vervolgens factoranalyses over uitgevoerd en er werden interne consistenties berekend. En die kwamen allemaal uit de bus als voldoende om een meetinstrument als valide toegepast te beschouwen. Dat is dus een probleem. En dat probleem ligt deels in de manier waarop wij op dit moment validiteit benaderen. Die constructvaliditeitsbenadering, daar zijn een aantal problemen mee. Maar er zijn ook alternatieven. En die alternatieven die hangen veel meer op wat een construct nu eigenlijk precies is. Dat zijn bijna meer substantievere benaderingen van validiteit. Twee praktische benaderingen die je kunt gebruiken zijn cognitieve interviews of response process evaluation, die in dat hoofdstuk rechtsonder wordt uitgelegd. Het idee daarvan is dat je veel meer gaat kijken naar wat het construct precies is en hoe het construct zorgt voor de variatie in de scores van het meetinstrument. Dat kan natuurlijk alleen maar als je precies weet wat het construct is, als je daar een duidelijk beeld van hebt, en als je weet hoe dat een plaats heeft in de psychologische mechanica. En hoe, als mensen een stimulus waarnemen, die wordt verwerkt en uiteindelijk leidt tot een respons. En hoe in dat proces het construct wat je wil meten een causale rol speelt. Die constructvaliditeitsbenadering niet helemaal soepel loopt, zie je onder andere naar studies die kijken naar meetinstrumenten voor hetzelfde construct. Je ziet daar heel vaak dat meetinstrumenten die beogen of beweren hetzelfde construct te meten, dat die eigenlijk andere dingen meten. En vice versa, dat meetinstrumenten die verschillende constructen zouden moeten meten, voor een groot deel overlappen in content. Je ziet hier aan de rechterkant een bijna inmiddels al klassiek voorbeeld, terwijl het niet eens zo'n oude studie is, waar is gekeken naar de symptomen van depressie die werden gemeten in meetinstrumenten voor depressie. Die kleuren representeren verschillende meetinstrumenten, dus de cirkeltjes representeren meetinstrumenten.
En die stipjes representeren welke symptomen werden gemeten. En je ziet daar dus dat het er van welk meetinstrument wordt gebruikt af kan hangen. Of je als depressief wordt geclassificeerd of niet. Dat is natuurlijk een probleem. En dit gaat ook nog eens over iets niet triviaals. Dit gaat over iets als depressie, waar heel veel mensen last van hebben. En waar wij pretenderen als veld ze te kunnen helpen. Dat betekent dat het belangrijk is dat we een duidelijk idee hebben over wat dat dan precies is. En over hoe we dat kunnen meten. Dat ligt deels een beetje aan de definities. Die tweet hier links is een voorbeeld van een hele grote studie in de UK. Waarbij ze heel veel gedragsveranderingstheorieën in een zogenaamde ontologie aan het verwerken zijn. En daarbij hebben ze dus ook al die definities geïnventariseerd. En dat hebben ze niet zomaar gedaan. Ze hebben over al die definities gecommuniceerd met de mensen die die theorieën hadden ontwikkeld. En als die niet meer onder ons waren, hebben ze erover gecommuniceerd met een soort van nakomelingen. Dus promovendi van hen of andere mensen die heel veel met die theorieën werkten. En dan blijkt dat je dit soort definities krijgt. En die zijn dus best wel voorspelbaar als je dit soort definities hebt, dat onderzoekers die daarmee aan de slag gaan, tot verschillende meetinstrumenten komen. Want die gaan dat natuurlijk invullen. Alles wat hier ontbreekt, gaan ze zelf iets bij bedenken. En als dat allemaal niet expliciet wordt gemaakt, is het heel logisch dat verschillende groepen, zonder het te weten, heel verschillende dingen gaan meten. Dat is wel een beetje voorstelbaar, omdat mensen de neiging hebben om te denken dat die constructen ook echt bestaan. Er is een soort impliciet realisme, waarbij we denken dat die boxjes en die pijltjes die wij tekenen, als wij een model tekenen in een artikel, dat die ook echt bestaan. En dat die constructen dus een soort van afgebakende entiteiten in ons hoofd zijn, die invloed op elkaar kunnen hebben. En dat is wel een beetje logisch, want mensen hebben last van een zogenaamde illusory bias. Dat is de bias dat mensen denken dat als je een lading honden hebt, dat er iets essentieel hondachtigs aan die honden is. Die eigenlijk causaal een beetje zorgde dat ze allemaal hondachtig zijn. En bomen zijn ergens essentieel boomachtig. Dat is een bias die mensen bij heel veel dingen hebben. En het is natuurlijk logisch dat wij die ook toepassen bij constructen. Dus het is allemaal heel voorstelbaar, maar nog steeds natuurlijk een beetje onhandig. Het probleem bij die constructvaliditeit die wij nu gebruiken als definitie van validiteit, is dat die constructen niet bestaan als zodanig. Constructvaliditeit is verzonnen een soort van in de jaren 50 door Krombach en Neil als oplossing voor het feit dat mensen opeens dingen wilden meten waar je geen criteriumvaliditeit bij toe kon passen. Dat was de eerste validiteit, de oorspronkelijke validiteit, waarbij je gewoon een taak had die mensen uit moesten voeren. Dat was zeg maar tijdens industrialisatie in fabrieken en zo. En dat was natuurlijk super nuttig als je van tevoren kunt bepalen of mensen iets goed kunnen doen in een fabriek. Dus dan kregen mensen een vragenlijstje en dan kun je gewoon daarna kijken. Voorspelt dat vragenlijstje ook of ze hun werk goed doen. Dus dat is constructvaliditeit, criteriumvaliditeit. Dat was gewoon elegant, clean, niks op aan te merken. Op een gegeven moment wouden mensen complexere dingen meten, zoals academische prestaties. Dat is natuurlijk veel lastiger. Dat is veel lastiger om zo te meten. Maar je kunt wel gewoon aan een groep experts vragen, die bijvoorbeeld een opleiding vormgeven, wat precies is wat mensen moeten weten en kunnen in die opleiding. En die kunnen dan gewoon de inhoud van het meetinstrument beoordelen. Maar dat wordt lastig als je abstracte dingen wil gaan meten. Als je extraversie of depressie of anxiety wil gaan meten, dat bestaat natuurlijk niet echt. Dus dan kun je geen experts meer vragen die precies weten wat het nou eigenlijk is wat je wil meten. Toen zijn ze met constructvaliditeit gekomen, waarbij het idee is dat je tegelijkertijd een theorie toetst en de bewering dat je meetinstrumenten valide zijn toetst. En dat doe je door een hele constellatie aan beweringen te formuleren en die te onderzoeken. Dat heet het sterke programma. Het probleem van dat sterke programma is dat het bijna nooit gebruikt werd en dat in plaats daarvan het zogenaamde zwakke programma werd gebruikt, waarbij je eigenlijk in een zogenaamd nomologisch netwerk gaat kijken naar convergente en divergente validiteit. Oftewel, correlaties met andere dingen. Het probleem daarvan is dat die andere dingen helemaal niet valide gemeten hoeven zijn. Dat weten we niet, want dat is nooit onderzocht. Want dat kon alleen maar onderzocht worden door dezelfde benadering te gebruiken. Dat is dus een circulaire redenering. Dat is niet het enige probleem met constructvaliditeit, maar wel een duidelijk voorbeeld van hoe dat ergens niet helemaal kan kloppen. In dit artikel en dat hoofdstuk en een serie andere artikelen is dat uitgewerkt en is voorgesteld waarom we terug moeten naar de oorspronkelijke definitie van validiteit. Namelijk dat iets valide is als het meet wat het moet meten. En dat je dat kunt weten doordat je snapt hoe het werkt. En dat is die benadering die ik in het begin noemde. Je snapt hoe iets werkt. Als je een beeld hebt van wat het construct precies is, en als je snapt hoe in het responsproces van de deelnemers, tussen de waarneming van het meetinstrument en het produceren van de respons, dus een ergens klikken of een vakje aankruisen, hoe in dat proces het construct wat je wil meten causaal een rol speelt. Dat is bij ons natuurlijk wat lastiger, want wij hebben geen natuurlijke soorten zoals veel andere wetenschappen. Het is niet zo dat wij iets bestuderen zoals water, wat gedefinieerd is als H2O. Dus alles met twee waterstofatomen en één zuurstofatoom is water. En andersom, water heeft altijd twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. En water kookt altijd op ongeveer 100 graden.
Maakt niet uit welke temperatuurschaal je gebruikt, of je Kelvin gebruikt, of Fahrenheit of Celsius. Als je een hele serie onderzoekers hebt die dat gaan onderzoeken, komen die altijd uit op ongeveer 100 graden. Die zullen nooit uitkomen op min 50 of op plus 1000. Dat kookpunt van water bestaat gewoon in het echt in de wereld. Bij ons is dat niet zo. Het enige wat bestaat zijn 90 miljard neuronen per persoon ongeveer. En wij kunnen dat alleen bestuderen door constructen te bestuderen. Maar dat zijn dus geen natuurlijke soorten. En daar bestaan dus vaak verschillende meetinstrumenten voor. En die verschillende meetinstrumenten meten dus eigenlijk niet precies hetzelfde. Die meten allemaal net iets anders. En daarnaast hebben mensen vaak verschillende definities van die constructen. Deels in de literatuur, maar deels zonder dat dat bekend is. En die variatie is niet slecht. Die variatie is zelfs goed. Het blijkt, elke keer als er naar gekeken wordt, je wil in de wetenschap, als je maximaal epistemisch voordeel, of epistemologisch misschien in het Nederlands, als je zo goed, zo efficiënt mogelijk wil leren over de natuurlijke wereld, wil je zoveel mogelijk diversiteit hebben. Dus op zich is die heterogeniteit in constructen en zo niet slecht, want die dingen bestaan toch niet, dus er is geen juiste definitie. Dus omdat er geen juiste definitie is, is juist het feit dat er verschillende definities tegelijk worden onderzocht goed. Dus je wil niet als oplossing gaan centraliseren. Je wil niet dat er een soort centrale autoriteit is die bepaalt, dit is van nu af aan de echte definitie van dit construct. Het probleem is dus niet de heterogeniteit op zich. Het probleem is die onzichtbare heterogeniteit. Het feit dat allemaal mensen depressie bestuderen of attitude denken dat het over hetzelfde gaat, maar eigenlijk allemaal impliciet andere definities gebruiken. Dat moeten we dus oplossen. En dat is waar de bachelorthese traject om gaat. Het idee is dat je een zogenaamde DCT formuleert, daar kom ik zo op terug, en die bestaat uit een expliciete uitgewerkte definitie van een construct en instructies om meetinstrumenten te ontwikkelen, om meetinstrumenten te coderen als je een kwalitatieve review doet, om kwalitatieve data te coderen en om die kwalitatieve data op te wekken. En die vijf beschrijvingen moeten allemaal met elkaar consistent zijn natuurlijk. Van die beschrijvingen is dan duidelijk dat ze dus accuraat moeten zijn, gedetailleerd, consistent en dat ze dus ook allemaal fout zijn. En dat is niet erg, want die constructen bestaan tenslotte niet. Het idee is dat wij als wetenschap over dat soort definities en instructies heen willen itereren naar instructies die beter werken bijvoorbeeld in bepaalde contexten of voor bepaalde populaties. Het idee is dus dat die gedecentraliseerd zijn, dat iedereen overal in de wereld makkelijk van die dingen kan bedenken en aanpassen. Dat ze over constructen gaan en dat het taxonomieën zijn. Dat je ze kunt gebruiken om te bepalen wat voor construct wordt beschreven door een stukje data of een stukje realiteit. En zoals ik aangaf, die bestaan dus uit een label wat voor mensen leesbaar is, gewoon een tekst. Kan van alles zijn, mag ook hetzelfde zijn voor verschillende definities en specificaties. En een unieke identifier, die natuurlijk wel uniek moet zijn. En daarnaast heb je die definitie en die instructies om meetinstrumenten te ontwikkelen, te coderen. En om kwalitatieve data op te wekken en te coderen. Dus dat is het idee, de achtergrond en de noodzaak van dit bachelorthese groepje. En nu zullen de studenten een korte pitch geven die ze hebben voorbereid als deel van dit traject, terwijl hun poster in beeld is. Die posters zijn misschien niet super goed te volgen op zo'n YouTube-filmpje, dus hebben we die online gezet. En die staan op de URL die hier linksonder staat en in beeld zal blijven. En dat is ook waar die QR-code mee start. Dus als Anne dan nu zou willen beginnen. Ja. Hallo, mijn naam is Anne Wellekens en ik stel mijn poster hiervoor als onderdeel van mijn bachelorthesis. Mijn bachelorthesis gaat over het psychologische construct autonomie en hoe dat construct gevat kan worden in een tool die Decentralized Construct Taxonomy heet, ofwel DCT, zoals Galtjord net had uitgelegd. Het uitgangspunt is een fundamenteel probleem dat zich stelt in de psychologie. Het studieobject van de psychologie is niet direct meetbaar en er wordt onvoldoende gereflecteerd over wat het nu precies is dat er bestudeerd wordt. Weten we eigenlijk wel of hetzelfde meten als we zeggen dat we iets van onze geest meten en bovendien spreken we wel over hetzelfde als we onze analyses van data aan het bespreken zijn? En het antwoord hierop is onderbelicht in de psychologie. En dat heeft geleid tot een cumulatie en een veelheid van theorieën en hun bijbehorende operationalisaties. We moeten vaststellen dat het niet meer zo eenduidig is wie nu precies wat meet. In de psychologie zijn de onderliggende processen waarvan we veronderstellen dat ze aan het werk zijn, zo uitgebreid en complex dat ze niet gemeten kunnen worden met fysische apparatuur. Wat we wel kunnen doen, is trachten helder met elkaar af te stemmen of over hetzelfde spreken. En de manier om dit afstemmen gestructureerd te doen, is dus werken met deze DCT's.
Daarbij wordt op een eenduidige manier een construct neergezet met een definitie, een uniek label, een instructie over dat specifieke construct en wel alleen datgene en hoe het gecodeerd moet worden. Hoe zo'n DCT precies werkt, is in deze poster uitgewerkt voor het construct autonomie en meer bepaald hoe het construct autonomie beschreven wordt in de self-determination theorie. De self-determination theorie is een theorie die kan gebruikt worden om motivatie te voorspellen. Hierbij speelt het construct autonomie een belangrijke rol en om te bekijken hoe autonomie in een DCT gevat kon worden, ben ik vertrokken van de drie belangrijkste meetinstrumenten van autonomie die momenteel gebruikt worden in deze self-determination theorie. En op basis van die drie meetinstrumenten werden er dan in totaal 12 DCT's opgemaakt. Deze 12 DCT's staan hier ook in deze poster voorgesteld. Door het werken met deze DCT rond het begrip autonomie werd voor mij duidelijk dat het grijpen van de essentie van zo'n psychologisch construct geen vanzelfsprekend gegeven is. De self-determination theorie is heel uitvoerig gedocumenteerd en beschreven, maar een heldere en eenduidige definitie was er niet zomaar uit te distilleren. De structuur en de opzet van een DCT was een erg praktisch hulpmiddel om het construct zo helder mogelijk te grijpen. Maar daarbij moet ik de kanttekening plaatsen dat elke ontwerper van een DCT, zoals mezelf, een poging waagt om de essentie van een bepaald construct zoveel mogelijk te benaderen. Daarbij blijft het voor iedereen wel duidelijk dat het grijpen van de essentie nooit mogelijk zal zijn. Want wat we proberen te vatten blijft altijd achter een soort van rookgordijn verborgen. Het doel dat voor ogen staat is enkel het creëren van een consensus en een overeenstemming met betrekking tot de interpretatie van de constructen. Dankjewel. Super, dankjewel. Dan gaan we nu door naar de volgende. Ik klik even de slide door, zo gauw PowerPoint dat ook een goed idee vindt. Haha. Cécile, zou jij het over willen nemen? Goedemiddag, mijn naam is Sylvain Winsel. Mijn bachelorthesis omvat een praktische uitwerking van de Decentralized Construct Taxonomies, kortweg DCT, van het psychologische construct welbevinden. De DCT vertrekt vanuit het feit dat in de hedendaagse wetenschap zeer veel theorieën over psychologische constructen worden opgebouwd, zonder een duidelijke objectieve definitie voorop te stellen. Vaak gaat het over modellen en determinanten, met als gevolg dat de constructen niet eenduidig worden geoperationaliseerd, laat staan gereproduceerd. Een oplossing om te komen tot een eenduidige communicatie is het gebruik van een unieke database waarbij de DCT worden gecentraliseerd. Hier kan elke wetenschapper uiteenlopende psychologische constructen toevoegen volgens een specifiek proces, zodat de onderzoekers transparant kunnen communiceren over de definitie en meetinstrumenten die zij hanteren, wat op zich weer kan leiden tot nieuwe gedragen consensus over de inhoud van het construct en het bijhorende meetinstrument. In mijn bachelorthesis neem ik de proef op de som en aan de hand van de DCT werkte ik het construct welbevinden uit. Vol enthousiasme begon ik aan een grondige literatuurstudie om na 4 maanden studie vast te stellen dat geen enkele studie een exacte definitie van welbevinden heeft. Op basis van de literatuurstudie kon ik grosso modo wel 3 stromingen weerhouden om vervolgens de DCT-constructen welbevinden setpoint en welbevinden fluctuerend te ontwerpen. Het construct welbevinden setpoint wordt weerhouden op basis van de bevindingen uit de hedonische visie, waarbij welbevinden kan vastgelegd worden op een vaste setpoint. De definitie luidt: welbevinden is het geluk van een persoon op een gegeven moment. Het kan worden gemeten aan de hand van 1 item en de specifieke uitwerking ervan vindt u in mijn poster. Welbevinden fluctuerend wordt gedestilleerd uit de theorieën van Rief en Seligman, waaruit werd afgeleid dat welbevinden fluctueert. Welbevinden wordt hier aan de hand van vooraf bepaalde momenten gemeten, zoals beschreven in welbevinden setpoint. Samenvattend kan er in een notendop worden gesteld dat het doorlopen van een DCT-proces niet evident, maar wel zinvol is. Ten eerste is deze aanpak vernieuwend, doordat er nu wel een accurate definitie van welbevinden werd gevonden. Uniek is dat welbevinden slechts met 1 item kan worden gemeten.
Ten tweede is duidelijk dat het formuleren van een goede definitie ook bevorderend is voor de operationalisering ervan. Tot slot nodig ik u uit om in toekomstig onderzoek het DCT-proces eens uit te proberen en te bediscussiëren met collega's, want dit is waar wetenschap om draait. Dank je wel voor uw aandacht. Super, Cecile. Dank je wel. Dan wacht ik weer even tot PowerPoint ook vindt dat we door kunnen naar de volgende slide. Die is wat langzamer dan wij allemaal. Het is ook al laat. Super. Lisa, zou jij jouw pitch willen geven? Ja. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Lisa Kuif. En mijn bachelorthesis gaat over de ontwikkeling van decentralized construct taxonomies voor vier constructen van de theorie van self-efficacy. In de psychologie is er dus een grote hoeveelheid aan constructen die niet alleen overlappen in definitie, maar ook vaak waarvan de definitie ook vaak beknopt en vaag beschreven wordt. En dat gaat ook voor de constructen in de theorie van self-efficacy. Bandura was heel beknopt in zijn beschrijving van de definities. Het gevolg is dat er een grote impliciete heterogeniteit is van niet alleen definities, maar ook meetinstrumenten. En een grote overlap tussen theorieën. Bovendien zijn psychologische constructen, zoals Geldjorn net al benoemde, geen natural kinds. En kunnen dus beter beschreven worden als interactieve psychologische processen in allerlei neurologische systemen. Er is dus geen ware en juiste definitie van een construct. En er zijn meerdere definities mogelijk en operationalisaties voor ieder construct. Maar het is belangrijk dat constructen bruikbaar zijn en daarom eenduidig, duidelijk en heel gespecificeerd beschreven zijn. En de tool die wij er dus voor gebruiken is Decentralized Construct Taxonomies, of DCT's. En hierin worden de definities heel specifiek beschreven en operationalisaties. DCT's helpen om transparantie in de communicatie over constructen en hun meetinstrumenten te creëren. En ze kunnen worden gebruikt om direct te kunnen verwijzen naar om direct naar te kunnen verwijzen in studies, zodat er geen misvatting ontstaat over wat er onder dit construct wordt verstaan in deze studie. Hoe het construct wordt geoptimaliseerd en de verhouding tussen constructen. Op deze poster is een uitleg te vinden over elk onderdeel van de DCT. Er is een uitwerking te vinden van het DCT van General Self-Efficacy. Ik begin met een uitgebreide definitie, een gedetailleerde definitie. Instructies voor het ontwikkelen en coderen van meetinstrumenten. En instructies voor het uitlokken van en coderen van constructinhoud. Lees hem gerust later door. Dank jullie wel. Fantastisch, dank je wel. Dan zijn we nu, jammer genoeg, alweer bij de laatste pitch beland. Nathalie, zou jij het willen afsluiten? Daar is vast een mooie uitdrukking voor, maar daar kom ik even niet op. Hallo. Wat zijn momenteel de belangrijkste barrières in de vooruitgang van de psychologische literatuur? Een van die barrières is dat de psychologie op heden gekenmerkt wordt door een theoriecrisis. Veel psychologische constructen zijn niet valide. Er bestaat veel onduidelijkheid over wat ze zijn en hoe ze geoperationaliseerd worden. Hierdoor bestaat er een grote overlap tussen en binnen theorieën. Psychologische constructen komen niet overeen met natuurlijke soorten. Ze bestaan niet in de realiteit en ze hebben ook geen eenduidige onderliggende oorzaak. Het zijn namelijk menselijke constructen van complexe fenomenen. Het logische gevolg hiervan is dat verschillende definities bestaan voor éénzelfde construct. Dit vertaalt zich eigenlijk in verschillende operalisaties voor éénzelfde construct. Het resultaat is een heterogeniteit aan meetinstrumenten. Uit deze chaos blijkt dat er nood is aan consistente communicatie over hoe psychologische constructen worden gemeten binnen elke studie. Dit kan verwezenlijkt worden door decentralized construct taxonomies. PsychoRay1 is een repository waarin instructies staan voor het coderen en het ontwikkelen van meetinstrumenten voor psychologische constructen. Deze instructies zijn binnen deze bachelorthesis op de constructen van de Reformulated Learn Helpless Theorie
toegepast en in deze poster op het construct causal globality. Een eerste richtlijn is de definitie van het construct. Het is een beschrijving van de aspecten van de menselijke psychologie. Als tweede de instructie voor het ontwikkelen van meetinstrumenten, wat relevant is bij empirisch onderzoek. Als volgt het coderen van meetinstrumenten, wat gebruikt wordt bij systematische reviews. En als laatste twee, het uitlokken en het coderen van kwalitatieve data, waarbij constructrelevante aspecten worden uitgelokt en geselecteerd, welke dan informatief zijn voor de constructinhoud. Deze pragmatische aanpak is een stap in de richting naar het oplossen van de theoriecrisis. Dank u voor uw aandacht. Super, heel erg bedankt. Dit was de afsluiting van het opgenomen deel. We gaan nu terug naar de Brownback Lunch Meeting. En dan kunnen jullie vragen stellen aan mij en of een of meer van de studenten als die aanwezig zijn. En kunnen we hier verder over discussiëren. Bedankt voor jullie aandacht.